Goedemiddag iedereen. Ik denk dat dit de groep is die hier vandaag deze fijne sessie gaat bijwonen. Wat mij betreft wordt dit gewoon de meest speciale sessie van de hele dag. En jullie hebben dat gelukkig door, dus welkom. Als ik even jullie aandacht mag. Nou, nogmaals, welkom. Heel fijn dat jullie gekozen hebben voor deze sessie. Een ontzettend belangrijk onderwerp, want zonder participatie is het wat mij betreft eigenlijk helemaal niet zoals politiek mogelijk. Ik ben Simeon Blom, voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben gemeenteraadslid namens deze mooie partij. Woordvoerder onderwijs, ik woon zelf in Zuidoost. En dat is gelinkt aan het thema van vandaag, participatie en diversiteit. En we gaan ietsjes inzoomen op Zuidoost. Natuurlijk omdat het een heel bijzonder stadsdeel is, maar ook omdat er heel veel interessante dingen aan de hand zijn de afgelopen jaren op het gebied van participatie. Aan de andere kant is Zuidoost helaas ook een stadsdeel waarvan we zien dat de opkomstcijfers ontzettend laag zijn. En dat is enerzijds, maar anderzijds zie je toch wel dat Zuidoost op het gebied van bewonersparticipatie steeds meer een voorbeeld aan het worden is. Wij hebben twee mensen gevraagd om iets te vertellen. Carol Sastro, ontzettend actief. Hè? Toen ik in de stadsdeelraad Zuidoost zat, was jij een van de actieve bewoners die regelmatig kwam inspreken, vaak met succes om het beleid te beïnvloeden. Je bent ook politica en hebt meegedaan met de laatste verkiezingen. En je bent voorzitter van het platform Gehandicapten Zuidoost. En nog veel meer, maar dat kun jij zo meteen straks zelf vertellen in je eigen tijd. Wat je allemaal doet. Kun je dat zo meteen alles even zelf vertellen. Wat doe je en wat is jouw idee bij participatie? Hoe vul jij dat in? En aan de andere kant heb ik Mike Brandjes. Ook een Zuidoost bewoner, Zuidoost believer. Hij zegt altijd: Zuidoost is het best bewaarde geheim van Nederland. En dat begint steeds meer te veranderen, want steeds meer mensen beginnen dat geheim te ontdekken. Dus ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Is dat iets goeds? Maar goed, jij bent dus een van de actieve Bijlmerbewoners. En we hebben jou gevraagd omdat er iets heel interessants aan het gebeuren is in de wijk Kraaiennest. Dus zometeen in jouw eigen spreektijd kun je jezelf introduceren. Wie ben je, wat doe je en wat voor spannends gebeurt er allemaal. Het zal een beetje op een natuurlijke manier verlopen. Af en toe zal ik wat vragen stellen, maar in principe is het podium gewoon helemaal voor jullie. We gaan beginnen. Ik kan de microfoon niet zelf vasthouden. Dus wil je het even vasthouden? Ja. En ik heb natuurlijk een tweetbriefje meegenomen, want als je mij laat praten, dan kan het oneindig doorgaan. Dus ik heb mijn eigen kader opgesteld. Ik dacht, ik wil dat jullie me leren kennen en hoe het zich heeft opgebouwd, zeg maar, dat ik maatschappelijk actief werd. En dat begint al, Simeon heeft me net al voorgesteld, ik ben Carol Sastro, de voorzitter van het platform Gehandicapten Zuidoost. En ik durf best wel te beweren dat dit platform de meest diverse platform is van alle, zeg maar, gehandicapte platforms in Amsterdam Zuidoost. En volgens mij ook van heel Nederland. Maar daag me uit om het tegendeel te beweren. Maar hoe begon het voor mij? Ik ben niet altijd gehandicapt geweest. Voor mijn 34ste hield ik me alleen maar bezig met werk, vrienden, familie, stappen. En eigenlijk was dat mijn wereld wel. Met de politiek kreeg ik te maken als het tijd werd om te stemmen, zeg maar. Dan liet ik me door de media beïnvloeden. Maar niet bewust. Ik dacht, ja, wie het meeste aandacht krijgt, daar stem ik dan wel voor. Ik heb ooit eens de moeder van een vriendin van mij, ben ik nooit vergeten, die zei: ik ga op Jan Terlouw stemmen, want hij ziet er zo knap uit. En toen dacht ik, oh, is dat het? Moet je het uiterlijk van iemand meetellen? Maar dat is bij mij gelukkig niet gebeurd, maar wat helaas wel is gebeurd, omdat ik me door de media liet leiden, heb ik een keertje op de VVD gestemd. Maar ik was toen nog niet zo wijs, voor de 34ste. Maar goed, op mijn 34ste raakte ik gehandicapt. Toen ging ik eigenlijk een tijd tegemoet om de wereld opnieuw te ontdekken. En ik liep tegen heel veel frustraties op wat slechte toegankelijkheid betreft. En met zorg en zo en de administratie. Er ging altijd van alles mis en ik was altijd in mijn uppie bezig om daartegen te strijden. Brieven schrijven, telefoontjes, met mensen praten.
Maar ik was daar wel in mijn uppie mee bezig. En op een dag dacht ik, dit kan niet. Dit kan gewoon niet waar zijn dat ik de enige ben die tegen dit soort dingen aanloopt. En ja, tegelijkertijd popte in mijn hoofd omhoog, ik ga vrijwilligerswerk doen. Maar dan in de vorm van dat ik dit waar ik nu tegenaan loop, dat ik dat samen met andere mensen ga oppakken. En toen ben ik op internet gaan surfen. En toen vond ik een stichting, Onze Hoop, voor migranten met een handicap. Toen dacht ik, kijk, dat spreekt me wel aan. Ik vond ook wel andere organisaties, maar deze organisatie sprak me wel het meeste aan. En ik ben toen naar de eerste bijeenkomst van ze geweest en ik was gelijk verslaafd. Want hoe ze het brachten en wat ze me boden, van dit kan je doen en dat kan je doen. Ik dacht, nee, ik wil het meteen proberen. En het ging zo goed dat de voorzitter van die stichting, Onze Hoop is een tak van Asadaka, ik weet niet of jullie die organisatie kennen. Ahmed vroeg mij, want hij zag hoe gewillig en leergierig ik was. Die vroeg mij toen om vicevoorzitter te worden. En dat opende nog meer deuren voor me. En Ahmed sleepte me naar bijeenkomsten, vergaderingen, naar van alles mee, ook naar politieke bijeenkomsten. En via Ahmed heb ik ook geleerd dat je kunt inspreken. Hij nam me ook mee om, hij liet mezelf de inspreekteksten schrijven. Daar keken natuurlijk ook weer anderen naar en die corrigeerden het dan. Maar zo kwam ik dus in aanraking met het inspreken. Dus eigenlijk is Stichting Onze Hoop een hele goede stage voor mij geweest. Om op een bepaald moment, zeg maar, voor mezelf te beginnen. Maar dat was ook geen bewuste keus, want ik woonde op een tweede etage en ik had altijd mots met de lift en met de deuropeners. En dat werd ik op een bepaald moment wel zat. Dus ik had me ingeschreven voor een andere woning en die kreeg ik in Zuidoost. Heel even naartoe gaan inderdaad, want je woont dus in Zuidoost, je bent naar Zuidoost gegaan. En je hebt heel veel ervaring opgedaan met inspreken. Ja. Maar het is niet alleen inspreken alleen, je hebt ook op andere manieren invloed uitgeoefend en dat doe je nog steeds. Kun je daar iets over vertellen, over de mate waarin jouw stichting, waarin jij probeert invloed uit te oefenen? En kun je dat ook een beetje in relatie doen tot het iets bredere verhaal Zuidoost? De mate waarin er politiek wordt geparticipeerd in Zuidoost? Ja, eigenlijk zou ik er nu op komen. Maar het begint natuurlijk wel bij mezelf. Want ik kwam in Zuidoost en eigenlijk weer opnieuw beginnen. Netwerken, lobbyen, mensen leren kennen. En doordat ik veel uitnodigingen kreeg omdat ik voorzitter was, kon ik in contact komen met andere bewoners. Want ik dacht, in het begin op alle uitnodigingen ingaan. Zo leer je zoveel mogelijk bewoners kennen. En ik kreeg voor het eerst te maken met het fenomeen politieke café. En helaas weer bij de VVD. Maar ik dacht, nee, dit hoort er ook bij. Dus ik ging naar de politieke café. Overigens, ik vertel het wel zo snel en zo eenvoudig. Maar ik heb altijd, als ik ergens aan begin, dat heb ik nu niet meer. Echt zweet in mijn handen en kloppende hart en angst en eigenlijk wil. En dus van alles in mij dat me tegenhoudt om het te doen. Maar ik dacht, ik denk, ik moet het gewoon doen. Maar door in het begin Zuidoost te leren kennen, middels bijeenkomsten en politieke cafés, leerde ik ook de bewoners kennen en raakte ik in gesprek. Ik ben daar vrij makkelijk in, ik stap ook gewoon op mensen af. Maar ik moest ook een platform omhoog krijgen, want de vorige mensen die in de platform zaten, ja, die waren allemaal wat ouder en wat zieker en zo, die gaven het allemaal langzamerhand op. Dus ik moest eigenlijk binnen een organisatie van de grond af aan opbouwen. En krijg mensen met een handicap maar aan het werk, vooral in belangenbehartiging. Ik vind dat geen makkelijke taak. Maar ik dacht, ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht. Wat ik deed is, ik keek wel wat hoe het op me afkwam. En ik maakte daar dan wat van. Als ik iemand leerde kennen en ik herkende aan die persoon van, goh, daar ben je goed in. Dan verzon ik gewoon een activiteit wat we samen konden gaan ondernemen. Bijvoorbeeld ook met stemmen. Bij ons in het platform stemde er niemand. Ik dacht, daar moeten we een activiteit van maken. Maar weet je, samen vergaderen en zo, dat werkt niet zo. Ik vind,
je moet het ook leuk met elkaar hebben. Je moet ervoor zorgen dat mensen er zin in hebben om je weer te zien, om je weer te spreken. En ook het gevoel erbij te hebben van, goh, als we elkaar spreken, dan gaat het best wel over iets belangrijks. Maar hoe zorg je ook dat het leuk is? Dus ik zorg ook altijd voor dat onze bijeenkomsten, dat er ook iets ontspannends bij gebeurt, een creatieve activiteit, en dat er eten en drinken is. Heel belangrijk. Maar is het terecht als ik zeg dat jullie een van de meest invloedrijke platforms zijn of belangenbehartigingsgroepen in Amsterdam die zich richt op jullie doelgroep? Kun je daar misschien iets meer over vertellen, over de mate waarin jullie echt dingen voor elkaar hebben gekregen en in de mate waarin dat niet is gelukt? Welke drempels hebben dat veroorzaakt? Ja, weet je, ik vind het belangrijk. Je moet natuurlijk eerst laten zien dat je draagvlak hebt. En daarom vond ik het ook belangrijk om mijn achterban zichtbaar te maken. En dat wil zeggen dat je ze ook weer moet mobiliseren en ze bij elkaar moet krijgen. En daar hebben we die activiteiten voor nodig. Maar goed, toen ik eenmaal voelde dat we wel een bepaald draagvlak hadden, als we ergens tegenaan liepen, bijvoorbeeld de toegankelijkheid van Kwaku. Kwaku was voor vroeger helemaal niet toegankelijk. En daar hebben wij over ingesproken. We zijn ook naar de eerste bijeenkomst gegaan die de organisatie organiseerde voor de ondernemers en de bewoners. En daar hebben we ook, ik heb mijn vinger opgestoken en ik heb gevraagd, houden jullie rekening met de toegankelijkheid? En we zijn daarover gaan inspreken en volgens mij zat jij er toen bij dat de motie die D66 had ingediend, die heeft toen... De raad was het toen, hè? Stadsdeelraad, ja. Die heeft toen unaniem aangenomen dat voortaan evenementen in de geest van Agenda 22 georganiseerd worden. In Zuidoost, hè? Wat en is die agenda? Agenda 22, dat was toen, dat is de populaire naam voor het VN-verdrag voor gehandicapten, wat nu inmiddels wet is. Dus we hoeven Agenda 22 niet meer te benoemen. Dat is de voorloper. Het verdrag is nu inmiddels wet. Dus nu kunnen we nog beter aan de gang om mensen daar bewust van te maken. Ook de gemeenteraadsleden natuurlijk. Maar toen was Agenda 22 en die is toen aangenomen. Dat heeft wel gemaakt dat wij door de organisatie van het Kwakkelfestival uitgenodigd zijn om gezamenlijk het terrein te bekijken en daar adviezen over te geven. Maar wat ik gemerkt heb, je mag dan wel zo succesvol zijn, maar dat was voor ons in het begin een geboekte succes. Maar je moet het ook onderhouden, want ook de organisatie van Kwaku, die zakte op den duur in. Dus het viel ons op dat als wij er niet kritisch bovenop zaten, dat er toch weer iets met de toegankelijkheid gebeurde en dat het verslechterde. Dus op dat niveau was het dan toch niet goed geregeld. Ik vind bijvoorbeeld, je zou bij vergunningen voor evenementen, zou je de toegankelijkheid als randvoorwaarde moeten meegeven. En nu is het niet echt duurzaam. Nou ja, natuurlijk heb je heel veel goede ideeën daarbij. En wat mij betreft blijven we dan ook gewoon ontzettend goed samenwerken. Je hebt vanuit het maatschappelijk middenveld heb je ontzettend veel dingen weten te realiseren en benoemen. En zichtbaar weten te zijn, wat betreft de doelgroep. Maar je hebt er ook voor gekozen om de politiek in te gaan. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was je kandidaat. Kun je daar iets over vertellen? Want ik weet ook dat je wat kritiek hebt gehad over de mate waarin niet... bestaande partijen de ruimte kregen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Hoe ben ik zo ver gekomen om een kandidaat te stellen? Nou, dat kwam eigenlijk door Bijeen. Bijeen vroeg mij eerst om mee te doen in de partij. Maar mijn principe was daarvoor dat ik niet bewust voor een politieke partij kies. Want ik vind dat ik neutraal moet blijven. Ik vind dat ik alle politieke partijen moet kunnen aanspreken. Dus ik durfde het niet zo goed aan om voor een partij te kiezen. Maar toen kwam Bijeen ineens. Dat sprak me zo aan. Want Bijeen is bezig met strijden tegen uitsluiting en discriminatie. Nee. Dus dat sprak me heel erg aan. Maar... ik zei van ja, maar als ik voor een partij kies, dat is dan voor het eerst, dan ga ik voorbij aan mijn principes, dan wil ik wel dat het waard is. Dus ik wil een verkiesbare plek. Helaas, ik kom niet op een verkiesbare plek. Vond ik.
Maar ik werd wel nummer 6, dat is ook een mooie plek, toch? In ieder geval, ik dacht, nee, daarmee ga ik het niet redden, want ik wil dat het het waard is. En toen heb ik besloten, als dat het niet wordt, dan ga ik voor mezelf. Tegen beter weten in natuurlijk, maar ik dacht, waarom? Joh, ik ben toch al zover, laat ik dat avontuur aangaan. Waarom tegen beter weten in? Nou, omdat, daar ben ik achteraf achtergekomen. Het is eigenlijk een heel ongelijkwaardige strijd die ik ben gaan voeren. Ik was in mijn uppie. Ik heb het in december besloten, veel te kort om een partij om uit de grond te stampen. Gelukkig, mensen hoorden ervan, dus die boden me wel spontaan aan dat ze me zouden steunen met ondersteuningsverklaringen. Dus dat ging makkelijk, maar ik bleef natuurlijk wel in mijn uppie. En ik heb het geluk, ik heb een partner die helemaal achter me staat en die heeft me ook in alles bijgestaan. Die is ook altijd overal mee geweest, maar... Ik werd niet uitgenodigd voor debatten. Ik miste ook dat er veel debatten in Zuidoost zouden zijn voor bewoners. En ik crosste door heel Amsterdam, want ik had me voor twee dingen kandidaat gesteld. Hè. Ik had me voor de gemeente ingeschreven en voor de stadsdeeladviescommissie Gaasperdam-Driemond. Dus ik was niet alleen in Zuidoost actief om overal mijn gezicht te laten zien, maar in heel Amsterdam. Maar ik liet mijn gezicht wel zien, maar ik was niet uitgenodigd. Dus ik was vanuit het publiek was ik altijd aanwezig. Dus het was afwachten of ik het woord kreeg. En het is ook afwachten of je die ruimte überhaupt wel krijgt. Dus het was eigenlijk steeds maar mijn vinger omhoog steken en iets zeggen. Maar ik participeerde niet echt mee in die hele... politieke campagne vanuit dat het professioneel is georganiseerd. Ik was geen organisatie, ik had geen PR-machine die mij promoten of zo. Ik was gewoon alleen. Nou, het is me wel opgevallen. Kijk, de K-buurt was de enige buurt waarvan ik hoorde dat ze actief bezig waren om de verkiezingen te promoten. Ik ben wel door Mike uitgenodigd, maar gewoon vanuit het publiek. Niet om alle dingen maar te weten te doen. Maar goed, het was altijd meer dan niets. Dus prima natuurlijk, maar het is eigenlijk een heel ongelijkwaardige strijd, want ja, ik was in mijn uppie. Precies. En ik heb ook de flyers, heb ik uit mijn eigen zak betaald. En nou, hoeveel hadden we? 1000 flyers. En hoeveel flyers had GroenLinks? Heel veel. Ja, precies. 10.000 of zo. Dat is net een heel belangrijk onderwerp aan. En de gemeente heeft daardoor ook ontzettend veel kritiek gekregen, hè? Want het was zogenaamd... GroenLinks was tegen de verandering van het huidige stelsel. Overigens, dit hebben wij niet bedacht. Ja, precies om deze reden. Precies om deze reden. En je bent daar het voorbeeld van. En we gaan dan over de komende jaren kijken hoe we dat nog veel beter kunnen maken. Want het is jammer dat het juist de bestaande partijen zijn die wederom in de buurt en in de bestuurscommissies weer dominant zijn. Wij gaan nu over naar Mike. Zometeen is er nog gelegenheid om vragen te stellen en om even het debat aan te gaan. Dankjewel, Carol. Ik ben net al benoemd door Carol, GoVote voor Zuidoost. Mike, daar ben je ontzettend druk mee geweest het afgelopen jaar. We hebben in die tijd ook heel veel contact gehad daarover. Carol verwees er al naar. Nou, de floor is yours. Nou, succes. Ja. Hoe je dat ik ook wel wist, alles ook? Ja. Ik ben iemand, Kerel heeft een speakbriefje, ik heb ook een speakbriefje, dat is eigenlijk gewoon door een beetje hier doorheen te lopen, dan hou ik nog een beetje een lijn in het verhaal, zeg maar zitten. En ik wilde eigenlijk hebben, de vraag die werd gesteld vandaag over participatie. Maar eigenlijk zeg ik, die hele participatie, ik wil naar een heel ander systeem toe. Het gaat veel meer om de sociale weefsel in die maatschappij te activeren. Dat participeren is een hengelactie, één keer, één mensen actief. En daar gaat het over. Want eigenlijk is participatie, het is als een geloof. En geloof dat het iets uitmaakt. En ik denk dat in Zuidoost daarom de kerken zo vol zitten en de stemlokalen zo leeg. Omdat ik denk dat heel veel mensen in Zuidoost het idee hebben dat het heel weinig uitmaakt. Er zou een vrijwilliger vandaag meegekomen zijn, een Geneese meneer, die is onze administrateur. Maar ik kreeg een appje van hem, ja, toch weer kerkzaken. Dat gaat dan voor. Dat is in Zuidoost. Je ziet hier bijvoorbeeld de Margaret, zij zit in de bewonerscommissie van de flat waar ik woon. Zij is ook een van de steunpilaren voor mij om de Geneese gemeenschap te bereiken. En zij zegt bijvoorbeeld in de Geneese gemeenschap is werk, geloof en family, dat zijn gewoon de drie pilaren.
Maar het zorg nemen voor de wijdere gemeenschap, et cetera, dat is de overheid. Dat zit er niet in. Nou, dat zijn gewoon hele grote verschillen. Ik kom uit de K-buurt en ik heb een warm hart voor de K-buurt. Dit is de K-buurt in Zuidoost. Postcode 1104 en wij noemen dat dan ook het Quattro-gevoel. Ik woon zelf in een van deze flats, de derde, daar helemaal bovenin, dat is mijn kleine plekje. Een kleine postzegel, sociale huurwoning. Maar het is een prachtige plek. Het is een hele fijne plek en vooral door de mensen eromheen. Maar eerst was het ook een hele vreselijke plek. Dit is ongeveer 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, toen ben ik voor het eerst actief geworden. Hiervoor had ik niks met buurt, met actief, nee, helemaal niets. Ik deed gewoon mijn werk en andere dingen. En toen zijn we eigenlijk met de flat naar het stadsdeel gegaan. We hebben tape op onze mond geplakt, omdat we toch niet gehoord werden. En we hebben een hele andere schoonmaakplek geregeld. En zo begint het geloof. Het geloof dat het wel iets uitmaakt, dat je actief wordt. De mensen konden het niet geloven, maar het werkte wel. En zo zijn we eigenlijk aan gaan slingeren. Zo hebben we ook bijvoorbeeld, er waren bouwplannen om deze openbare ruimte weg te bouwen. Zijn we eigenlijk hard voor de K-buurt begonnen als buurtbeweging. En we hebben gedemonstreerd met liefde. Omdat we het deden vanuit onze ziel. Omdat we niet alleen een plein wilden, maar een kloppend hart. We hebben de metro gered. En de metro die wilde ze knippen naar Van der Maandenweg. En dat is ons gelukt. Bijvoorbeeld voor het grofvuil, twee wormen met wat tekst. Ik zou zeggen, in mijn flat, de meeste mensen zijn laag geletterd. Die kunnen hier helemaal niks mee. Dus wij hebben een nieuw bord ontworpen. En we zijn heel blij. En we zijn heel blij dat die nu ook gewoon in de openbare ruimte staat. Dus dat soort dingen doen we ook. We zorgen voor de communicatie in de buurt. Mensen kunnen ons e-mailtje sturen en 1 keer per week sturen we dat weer rond. Onze e-mail tamtam noemen we dat. We hebben buurtuurtje en allerlei andere communicatie, actieve Facebook, zodat die buurt met elkaar gaat communiceren. We zorgen ook dat we kunnen vieren met elkaar. Dit is dan de kerst vorig jaar. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat is vreselijk veel werk, maar het is wel heel erg leuk. Maar dat is dus de dingen die we doen. Maar 1 ding wil ik heel speciaal benadrukken. En overigens, je ziet daar beneden Simon, je ziet daar ook Sander nog bij dat hart staan, vanuit GroenLinks. Je ziet wat voor mensen hier de straat op gingen voor dat plein. Toen hebben wij een communicatiebureau langs gekregen wat onze participatietraject deed doen. Dit is een plaatje van tijdens dat communicatietraject. Ik denk dat u zelf zult zien, iemand zei, is dit dan in Volendam? Dit is niet de K-buurt. En dit is niet mijn Zuidoost. Maar waar ligt dat aan? Dat ligt niet aan deze mensen. Die zijn op zich niet fout, maar er is een systeem. Er is een systeem waarmee je mag participeren. Op basis van de overheid stelt een vraag en kijkt dan wie naar voren stapt. Kun je het explicieter maken en zeggen, want hoezo is dit voor Volendam? Nou, allemaal witte mensen, vrij wel hoog opgeleid. Dit zijn niet de mensen uit mijn flat. En dan zegt de overheid, ja maar neem dan die mensen uit die flat mee. Ja, maar zo werkt het dus niet. Want je moet dus wel iets hebben wat daarbij hoort. En de systematiek zoals die wordt bedacht, wordt de hoogwit opgeleide mensen, zoals ik zeg, bedacht en is dus geschikt voor die mensen. En dat is een avondje Lego bouwen met elkaar om een plein. Dat haalt dus een bepaald soort mensen bij elkaar. En het hele systeem van naar voren stappen en dan kijken, dat is een zelf geselecteerd publiek, is dus gewoon niet geschikt om participatie te bevorderen. Participatie is gewoon, zoals het nu gaat, oneerlijk verdeeld naar kleur en naar klasse. Dit is zo oneerlijk, dat dit is iets, daar hebben wij een staking voor uitgeroepen. Waar je er klaar mee. Want zo gaat het altijd. Je mag altijd weer wat zeggen. En vervolgens wordt het op een grote hoop gegooid. En vervolgens gebeurt er niks mee. Je ziet hier Sandra van GroenLinks. Die ons ook echt een steunpilaar is. Op de NOS Radio. Tijdens de staking. En we hebben gezegd, we doen het niet langer. We hebben de buurt gevraagd niet te kiezen uit 2 ontwerpen. En dat is een groot succes geworden. Maar toen kwamen ook de verkiezingen. Het was allemaal heel druk. Want dit was tijdens de verkiezingstijd. Op zich niet slecht natuurlijk. Want dan heb je wel de aandacht.
Maar we zijn dus ook een actie begonnen, totaal eigenlijk apolitiek. Het was een beetje moeilijk omdat we met die staking al bezig waren. Om mensen op te roepen, überhaupt te gaan stemmen. Maakt niet uit waar je voor stemt, maar ga stemmen. Dit was op de markt. We hadden allerlei flyermateriaal en andere zaken in de krant. De manier waarop we dat deden was, een van de manieren, kunnen we in plaats van dat er een overheid is die naar 80.000 mensen probeert te communiceren, de tussenorganisaties inzetten. Om zo de haarvaten van de maatschappij te bereiken. Zodat bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale Venzo de zaken die over vrijwilligerswerk belangrijk zijn, naar hun achterban communiceert. Er is wat te kiezen, mensen. En voor ons is dat, of bijvoorbeeld het Bijlmer Parktheater over cultuur. Maar maak het relevant voor de mensen en doe dat via de achterbannen van de organisaties die contact hebben met de mensen. Dus zo hebben wij eigenlijk een heel systeem op willen zetten om de mensen te bereiken en ook erbij te betrekken. We hebben ook een verkiezingsdebat gehouden bij ons. Carol refereerde er al aan. En ook daar hebben we geprobeerd de politiek relevant te maken voor de mensen. We hadden een aantal issues van tevoren met de buurt afgestemd. Eén hier bijvoorbeeld iets over een jongerenhok. En we hebben de politici gewoon laten gaan staan. Ja of nee, gaat u het ons geven of niet? Nou, dat is eigenlijk waarmee we het gewoon heel erg concreet kunnen maken aan mensen waar ze voor kiezen. Wat ze kiezen moeten ze zelf weten, maar maak het transparant. Wat we ook hebben gedaan is, we hebben de buurt gemaild, dit. Dit is een pdf en wij hebben alle kandidaten bij elkaar over gevraagd. Bij ons te komen, van KPU-TV hebben we dan ook een standaard clipje gemaakt van wie ze zijn. Dat op een pdf, dan kon je daarop klikken en dan ging het filmpje lopen. En zo hebben wij ontsloten naar de buurt toe wie de kandidaten zijn. In plaats van dat er alleen maar namen zijn. Nou, op die manier kun je dus het proces transparant maken en mensen erbij gaan betrekken. We hebben het verkiezingsdebat gehouden en wat we nu ook van plan zijn, is volgend jaar het herkiezingsdebat. Laten ze me terugkomen, die politici. Hoe ver staat het? En ook over 4 jaar. Heel goed. Ja? Dan wil ik het even hebben over die participatie. Dus in Zuidoost is dat vaak het gevoel van een volksspeler. En ik wil toch even heel kort waarom. Ja, die loopt even niet. Die geloof ik dan wel. Nog toe? Heel veel. Het gaat er vaak om. In Zuidoost worden je neuzen meer geteld dan je input geteld wordt. Wie er aanwezig is, telt meer. Dit is een hotspot traject wat we hebben gedaan, waarbij we het voor de buurt makkelijk hebben gemaakt. Waar zitten die? We hebben gezorgd dat er voor iedereen, voor iedere flat iemand is, een coördinator. En toen is er een hele lijst gekomen met inputzaken die gebrainstormd zijn door de buurt. Wat wij dan doen, en ik vind dat dus echt een beweging onderop, dit is diezelfde lijst. Op een gegeven moment is het ambtenarenteam gewisseld, die lijst was nergens meer. Wij hebben geëist dat die lijst toch punt voor punt per item teruggekoppeld zou worden aan de bewoners. Dus gewoon gezorgd, elke flat, alle punten, zodat ze in ieder geval wisten van wat is er met hun input gebeurd. Dat gebeurt nooit, maar dat is zo belangrijk, want nu voelen de mensen zich opeens serieus genomen. Want het voelt op dit moment als een grabbelton. De bewoners gooien wat input erin en de overheid is selectief wat ze eruit pakken. Het voelt ook als een sjoelbak. Er is altijd wel een gaatje, maar je moet het maar net weten te vinden. Er is ontzettend veel draagvlakfetischisme. En het voelt enorm alsof je tegen een systeem opbokst wat zijn eigen regels en zijn eigen werkelijkheid kent. En zeker in Zuidoost, en dat is ook denk ik wel verklaarbaar uit de hele migrantengolf, heeft de overheid nog vaak het gevoel dat zij de ouders zijn en wij de kinderen. Maar inmiddels zijn echt de tijden veranderd. En ik begrijp dat vanuit de overheidskant daar een enorme zorg voor de mensen. Alleen, wij kunnen ook inmiddels wel best wel voor onszelf zorgen. Wat u daar zag was een achterkant van een Ghanese winkelbeeld bij de flat die wordt weggeboeldoverd. Die Ghanese winkel staat nu economisch op omvallen. Dat heeft de bedenker van die omgeving nooit bedacht. Maar wat je hier ziet is gentrification in action. Want die Ghanese winkel die weet niet hoe ze hier tegen moeten protesteren. Inspreken, raadsadres, dat soort dingen kennen ze niet. Dat nemen wij dus op ons om daarmee te helpen. Want die Ghanese winkel is wel ook een cultureel centrumpje met overlijdensadvertenties, etc. Maar wat je dan ziet, is dat er een groot verschil is tussen plannen. En ik weet niet wie van jullie in de politiek zit, waarschijnlijk allemaal. Maar iedere keer gaat het om plannen maken en plannen maken. Maar de uitvoering die komt bij ons neer. Dus er zijn prachtige plannen over de wijkeconomie en ondertussen wordt zo'n winkeltje gewoon onderuit gehaald.
En daarmee wil ik ook iets zeggen over de rol in het systeem. En dat de Kerel heeft het ook al. Je ziet nu dat er nog steeds, er is nog steeds een overheid, er is macht, er zijn drie dagelijks bestuurders met ambtenaren. Er zijn stadsdeelcommissieleden, maar we merken die hebben veel minder tanden. En daarmee is de rol van actieve bewonersorganisaties, zoals Kerel, zoals Hart voor de Kamer en anderen, juist veel belangrijker om dit soort dingen op te volgen. We gaan dus echt naar een participatietransformatie waarbij we moeten stoppen met die hengelactie. Die hengelactie gaat over betrekken. En ik denk dat het woord betrekken gewoon niet meer goed is. Wat wij nu proberen te doen in de buurt, is breed luisteren en diep luisteren. Dat is echt kijken naar wat voor soorten mensen zijn er allemaal. En niet alleen de wensen noteren, maar begrijpen waar de wensen vandaan komen. Heel ander onderwerp, ik ga het in het talen van de tijd even door. Maar we proberen dus samen vooral een buurt te bouwen. En deze is belangrijk. Want wat gebeurt er op dit moment in de maatschappij? We hebben een overheid gehad die heel veel heeft geprivatiseerd. Allerlei overheidsdiensten eigenlijk naar de markt gebracht. Die hebben financiële motivatie. Maar wat gebeurt er nu, ook dankzij het coalitieakkoord? Er is de mogelijkheid om te erkennen dat er veel maatschappelijk initiatief is. Maar die hebben een andere drive. Niet financieel, maar intrinsiek. Maar de overheid weet daar nog niet mee om te gaan. Dus wat wij nu merken is dat er een overheid is die vooral op risicomijding eigenlijk is. Dus wat je dan hebt, wij hebben een voordeel van korte lijnen, we zijn wendbaar, we hebben eigenaarschap in de buurt, wij denken integraal, terwijl de overheid verkokerd is. En wij zijn, ja. Ik wil deze wel even. Oké, ja. Het probleem van de overheid is, die denkt alleen rechtmatig. De markt denkt doelmatig en wij zijn doeltreffend. Ja, die even maar door. Subsidiehoogspogen laat ik ook, deze laat ik ook. Het belangrijkste wat ik mee wil geven is, doorbreek dat rechtmatigheidsdenken van de overheid nu, door een maatschappelijke kostenbatenanalyse als instrument toe te passen. Want daarmee kun je wel andere afwegingen maken dan alleen maar de regeltjes volgen voor één koker. Wij zijn nu bezig met KBU Next Level. Wij doen eigenlijk vier dossiers. Ja? Mag ik niet veel praten? Nee. Sorry, ik zou het heel graag willen. Oké. Ik wil de zaal namelijk even nog even de gelegenheid geven. En ik denk dat... Dankjewel, Maaike. Ik denk dat zometeen mensen zeker naar je toe zullen stappen. En misschien de K-buurt zullen bezoeken. Ik heb één kleine vraag voor Kerel en daarna ga ik naar de zaal toe. Jullie werken natuurlijk goed samen met de overheid. Jullie hebben daarnaast ook ontzettend veel kritiek op de overheid. Mike noemde net participatie een fokspeel vanuit de overheid. Ben je daarmee in met zo'n stelling? Ik vind wel dat er heel erg aan mijn energie gezogen wordt. Ik moet altijd ervoor strijden om onze organisatie te laten bestaan. En inmiddels kennen ze me wel en zouden ze al moeten weten wie ik ben en wat ik doe. Maar elk jaar weer moet ik opnieuw strijden om een beetje ondersteuning te krijgen. Die strijd alleen al, alsof je niets beters te doen hebt, dat zuigt zoveel bij je weg en je bent eigenlijk alleen maar bezig om dat recht te krijgen. Dus, en ik snap niet waarom, ik vind participatie mag best wel wat geld kosten. En liefdadigheid, ja, de overheid moet niet altijd liefdadigheid verwachten van haar bewoners, maar mag de bewoners daar best wel mee helpen. En ik ben altijd zoveel energie daaraan kwijt, dus als je het hebt over opspelen, dan voelt dat zo bij mij. Nou, dat is een hele duidelijke stelling. Er zijn dus actieve bewoners in Amsterdam die soms werk uitvoeren die de overheid niet kan doen. Die mensen bereiken die de overheid niet bereikt. En daar mag soms best wel iets tegenover staan, financieel. Nou, dat vind ik een interessante stelling. Trouwens, voordat ik het vergeet, misschien dat mensen na afloop nog opmerkingen hebben of tips of vragen of suggesties hebben. Dat kan hierop geplaatst worden. Ik weet niet of ik het moet uitdelen of dat mensen het zelf... naartoe lopen om iets in te vullen. Maar ik denk dat er bij de uitgang, inderdaad. Ik zag daar een hand. Denk je dat de microfoon nodig is? Ik herken je verhaal enorm. Ik ben ook actief woon in Nieuw-West en ik wil bijlopen ook wel misschien iets luider. Vanuit de overheid wel tegen dezelfde politiek aan. Dan zie je wel een transformatie, want jullie zijn natuurlijk klein begonnen. Zien jullie wel een verschil in hoe de overheid jullie benadert als buurtprofessionals? Snappen ze nu beter van oké, we geven het nu aan jullie als organisatie en we gaan ook vanuit dat de output kwalitatief goed is.
En zijn jullie meer als nu als gelijkwaardige gesprekpartner ook in gesprek met ja, de overheid in Zuidoost? Okay. Voor beide neem ik aan de vraag. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Kort en bondig. Ja. Ik denk dat A, de nieuwe politiek met de nieuwe bestuurders veel uitmaakt. Dus die, zijn, die proberen van alles, kunnen niet meteen in één dag alles veranderen, maar dat maakt zeker een enorm verschil. Wat net rond is gegaan is de eerste participatie die wij zelf mogen organiseren, namelijk van de ontwikkelbuurten. Nou, dat is voor de overheid al heel wat. Dus ja, er is een proces op gang. En trouwens, wat betreft die ontwikkelbuurten, zijn er wijken aangewezen in Amsterdam die op het vlak van het fysiek domein en ook sociaal domein een extra impuls krijgen. En daar heeft Hart voor de K-buurt best wel een interessante rol gespeeld. Helaas was er niet zo ontzettend veel tijd meer, maar misschien dat je straks nog dat even erin kan gooien. Kerel, was de vraag duidelijk? Nee. Op welke manier denk je dat het verzilverd, op welke manier wordt de samenwerking die er op dit moment is, wel verzilverd? Is dat kort? Ja, en is de houding van de overheid nou ja, als actief burger, omdat je heel veel hebt gedaan, veranderd? Nee, want het is eigenlijk verslechterd. De mensen met een beperking die actief bezig zijn, die deden dat eerst op basis van advies geven. Maar de vorige raad heeft een WMO-beleidsnota aangenomen waarmee ze de advisering heeft gecentraliseerd. En daarmee heeft ze het ons gewoon heel moeilijk gemaakt om te kunnen functioneren. Dus ik vind niet dat het is verbeterd. Integendeel, het heeft ons juist verwijderd van ons werk, zeg maar. Nu strijden wij om dingen goed te doen. Ja, zo zou het niet moeten. Ja. De centralisatie? Nou ja, ik denk dat het een bezuinigingsmaatregel is. En ik denk dat de raad, dat misschien de vorige raad dan, dat beter kan formuleren. Maar ik zelf denk dat het een bezuinigingsmaatregel is. Maar ik denk ook dat ze daar niet goed genoeg in gestuurd zijn. Dat de kleine gehandicapte organisaties zich niet als zodanig gemanifesteerd hebben dat hun belang zeg maar, om dit soort dingen te doen, dat ook echt voelbaar was bij de raad zelf. En voor mij heeft dit te maken met de hele centralisering hè, die we de afgelopen 8 jaar gehad hebben, van stadsdelen naar commissies, etc. etcetera. En dit is het toonvoorbeeld van waarom het slecht is om juist niet op zoveel mogelijk lage, democratische lagen te hebben. Juist voor dit soort bewoners, zodat zij ook op een laag niveau invloed kunnen uitoefenen. Met het centraliseren is dat natuurlijk veel, veel moeilijker. Mensen die stappen veel minder snel naar de Stopra om inspraak te doen. Zijn er nog meer vragen? Helder? Oké. Okay. Hoeveel vragen heb je? Nou, misschien dat je de inhoudelijk de ruimte krijgt aan de hand van een vraag die je... Ja, ga jij maar, daarna mag... Gaan lopen. Ja, want soms misschien dat je even je naam kan zeggen. Mijn naam is Sarah Willel, ik ben de ik vond het inderdaad heel herkenbaar dat beeld van al die witte mensen die daar staan op zo'n tafel. En ik ben natuurlijk, ja, hoor ik dan zelf misschien ook bij. Maar hoe doorbreek je dat? Want je gaf meer zeg maar een soort high-level idee van hoe je naar de mensen toe gaat. Hoe ga je dat? Ik ben daar heel erg zoeken. Mike is heel blij dat je hier staat. Ja, exact mijn vraag. Ja? Nou, dus om te beginnen, om te stoppen met mensen proberen te betrekken bij jouw ding. Maar naar je toe te gaan en te vragen iets te doen, bijvoorbeeld. En het filmpje wat ik net wilde laten zien, we zijn met twee grote dingen bijvoorbeeld bezig. Wij willen nu de buurt anders organiseren, een betere organisatie gaan. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we realiseren, er mist iets tussen buurt en bewoner. Zit nog de flat, het buurtje, het wijkje. Die kunnen een bewonerscommissie hebben. En waar wij nu mee bezig zijn, is eigenlijk op dat niveau mensen te organiseren. En daar eigenlijk de overheid in te laten participeren. Want nu hebben we een manier om de mensen heel lokaal kunnen communiceren met hun flatbewoners, het ophalen, het teruggeven. Het andere is... Deur tot deur om de mensen te zoeken? Ook. Nee, maar bijvoorbeeld we hebben nu buurtambassadeurs voor schoon, heel en veilig. Dat zijn aparte mensen, individuen. Laat die onderdeel zijn van een bewonerscommissie. Zodat die bewonerscommissie in kracht wordt gezet en ook verantwoordelijkheid gaat nemen voor de ruimte om de flat. In plaats van iedere koker los van de overheid die mensen probeert te betrekken voor hun onderwerp. Probeer het vanuit de organisatie van de bewoners te doen. Maar
Dus de overheid moet participeren bij initiatieven van bewoners. Dus eigenlijk omdraaien. Ja. Ik ga even aan Kerel vragen welke ideeën zij daarbij hebben. Want ik denk dat het ook een vraag is waar jij ideeën bij hebt. Aangaande die foto, hè, dat is eigenlijk heel tekenend als het gaat om het systeem. Het blijkt dus dat een specifieke groep hoogopgeleide, vaak witte Amsterdammers, vaker de weg weten te vinden bij inspraakavonden of iets dergelijks. Heb jij ideeën hoe dat doorbroken kan worden? Wat moet er anders? Jeetje, dit is echt iets moeilijks hoor, vind ik. Hoe het bij mij in mijn organisatie dan toe gaat, eigenlijk hebben wij best wel een goede balans in diversiteit. En ik, eerlijk gezegd, heb ik daar niet over nagedacht hoe ik het divers hou. Ik vind het gewoon heel belangrijk om onze organisatie gewoon constant op de kaart te houden. Zodat mensen ons weten te vinden. En die mensen die komen op ons af. En dat is gewoon een diversiteit aan mensen. Maar ik denk wel, kijk, als ik dit naar een hoger level trek, dan gaan we het hebben over, waarom staan we zo tegenover elkaar? Wit versus zwart. En ik denk dat op dat niveau nog heel veel moet gebeuren aan educatie en onderwijs. Ik denk ook dat, ik denk jij ook, is daar ook mee bezig. Om die balans erin te krijgen, dat mensen met een kleurtje of mensen die anders zijn, net zo gelijkwaardig zouden moeten samenleven met anderen, dan dat er, ik vind het echt heel erg om dat woord te gebruiken, maar het is wel zo, wit privilege is nog heersend. En ja, ik heb daar niet zo 1, 2, 3 antwoord op, want het is mijn specialisatie niet. Maar kun je nagaan, zelfs ik die me niet zo goed mee bezighoud, valt op hoe sterk dat nog aanwezig is. Ik merk het ook aan de discussies in Facebook, hoe groot het verschil is in denken wat wit privilege is. En kijk maar naar de Zwarte Piet discussies. Ik denk dat op dat vlak nog zoveel moet gebeuren. Dat gaat mijn petje te boven. Oké. Dat is echt een hele mooie, interessante afsluiting. En ik denk dat er juist heel veel mensen zijn die daar op zouden willen reageren. Maar dat is mooi, want je moet het juist afsluiten op het moment dat het heetst wordt. Dan kunnen we straks bij de borrel, want ik heb meehelpen sjouwen allerlei flessen wijn. Dus ik denk dat genoeg is om over te praten. Nog even een big shout-out voor Simon, die onwijs veel doet voor Zuidoost. Dank u. Fijn dat jullie hier iets willen vertellen over mijn stadsdeel Zuidoost. Wij zijn allemaal Belmer-believers. En kom ons stadsdeel bezoeken. En het is het best bewaarde geheim en dat willen we best met jullie delen. Veel succes. En er is een volgende sessie en hij neemt natuurlijk nog zijn kans op. Af te maken. Maar de sessie is voorbij. Ja.